Ik ben weblectures gaan opnemen omdat ik ruimte wilde maken op mijn college voor klikkervragen. Een college van 3 kwartier is lang om naar te kijken. We hebben met zoveel studenten te maken, dan moet je denken aan orde grootte 1200 en dat worden er straks 2000. We hebben geen zalen die groot genoeg zijn. Dat ik niet te veel moet bewegen. Als ik lesgeef ben ik heel bewegelijk. Nu ben ik waarschijnlijk ook heel bewegelijk. Dat vond ik ook een hele goede tip waar ik ook bij het gewone college probeer op te letten. Ja, nee, voor mij is het niet spannend. De TU heeft een eerste bijeenkomst geregeld waarin werd uitgelegd wat precies de bedoeling was. Het enige wat ik me heel bewust van was, en dat was door die training van Cindy, is dat weblectures niet hetzelfde is als college geven. Dan word je daarin begeleid en dan wordt er voortdurend op je gelet. Er zijn 2 momenten dat ik contact heb met de docenten. In het eerste gedeelte, dat is een theoretisch gedeelte, probeer ik ze uit te leggen wat je allemaal met je weblecture kan. Maar ik probeer ze ook te helpen bij hoe ze hun materiaal wat ze hebben kunnen verwerken tot een goede weblecture. Ja, het meeste leer je eigenlijk door gewoon aan de slag te gaan. Als je erachter wil komen waar iets voor dient, dan kun je dat altijd op dezelfde manier doen. Ja, vond ik zeker wel spannend. Ja. Maar ik vond het ook heel leerzaam, want ik heb er veel van opgestoken. Ook een professioneel regisseur heeft meegekeken om te kijken dat het allemaal ook goed opgenomen wordt. En we hebben prima studentassistenten hier zitten die op een of andere manier het heel goed voor elkaar krijgen om je op je gemak te laten voelen. Nou, een paar aardigheidjes erin gebouwd in de weblecture. Eentje is dat ik mijn telefoontje laat vallen. Studenten hebben het heel leuk gevonden. Doet u dat met die films en zo? Doet u dat? Ik zeg ja. Oh, zit in de hartstikke leuk. Leer ik zoveel van. Nou, ik ben naar huis gevlogen. Het is een nieuw medium. En als je je boodschap op een of andere manier bij je studenten wil krijgen, dan zul je moeten zorgen dat het aansluit bij hun belevingswereld. Studenten blijkbaar kijken sowieso veel liever naar weblectures dan dat ze dictaten of boeken lezen. Je hebt het met een medium te maken en je hebt het met de boodschap te maken. En je krijgt commentaar en feedback op beide. Ik ga er niet mee stoppen erom, zeker niet. Want ik vind het een veel te goede aanvulling, maar ik probeer het gewoon te verbeteren. Ik vind het een goede ontwikkeling als we maar in de gaten blijven houden dat weblectures hooguit een stukje van het verhaal kunnen zijn. Ja, voor mij is het echt een aanvulling. Het komt bij mij niet in de plaats van. Ik denk niet dat ze de colleges zullen vervangen in de zin dat er helemaal geen contacturen meer zullen zijn. Zijn de klassieke hoogcolleges zullen misschien plaatsmaken voor meer interactieve varianten? De filmpjes die ik nu heb, die zijn volgens mij bruikbaar ook voor de komende paar jaar. Bovenaan het lijstje staat gewoon, zorg dat je goed onderwijs geeft. En betekent dus, als je voor weblectures gaat, realiseer je dan dat dat gewoon een vak op zich is.